een boord, hè? Ik heb een nieuwe boord. Kun je daar iets meer over vertellen? Jazeker. We hebben een melkboordje gekocht uit 1916. En die zit hier voor op de Steven. Die komt rechtstreeks vanaf Zwartsluis nu. Daar hebben we van de week over gevaren, een traject over de IJssel. We hebben hem gekocht in Gouda. En als verwaarloosd schip, eigenlijk klaar voor de sloop. Ik denk dat hij er niet meer geweest was nu, als ik hem niet gekocht had. Hij was echt heel slecht. Maar hij had potentie, hij was mooi, hij heeft een mooi model. En ik zag daar wel wat in. En helemaal voor het doel wat we eigenlijk voor ogen hadden. We willen een B&B op het water in Almelo. Almelo Waterstad, ja, daar wordt een B&B op het water natuurlijk bij. En dat was ons uitgangspunt. Hij is gekeurd door de EOC. Dat is een verzekeringsmaatschappij uit Meppel. Die verzekert dan vooral historische bedrijfsvaartuigen. En die meten de romp, de dikte van de romp. En dat is technisch 3 mm. Dat is de minimale maat, de dikte van het ijzer. En dat had deze dus niet meer. Dus hij is bijna volledig is er een schip omheen gebouwd. En hij wordt nu geduwd naar zijn plek. Waar komt hij te liggen? Hij komt bij de Welkoop te liggen in de haven, centrumhaven van Almelo. Laatste plek, aan de laatste plek aan de steiger. En de mensen die dan, de gasten die wij aan boord krijgen straks vanaf van het zomer, van het voorjaar hopelijk, die hebben een gigantische plek en die hebben het scheepje voor zichzelf. Het is de coronacijfers lopen op. Hoe is dat voor jou geweest de afgelopen jaar? Ja, met mijn Chinese boordje was het natuurlijk rampzalig. Maar ja, ben ik niet de enige. Daar houdt het hele land, over de hele wereld hebben we daar last van. Maar dat was dus jammer. Maar ik mocht één man aan boord, dus dat gaat niet werken. Dus we hebben de helft van de zomer niet gevaren. En in totaal, hoeveel maanden ben jij bezig geweest? Want je bent toch best een lange tijd bezig geweest om hem goed te restaureren. Met dit scheepje, ja. Ik heb dit is onder regie van mij dan gebeurd, tot nu toe. We hebben hem op de werf gehad. Ik kan niet lassen en er moest echt heel veel lastwerk gebeuren. En dat is daar gebeurd. Hij is gestraald en dan komt er echt van alles voor de dag. Maar er komt ook wat leuks voor de dag, want hij had een nummer. En dat kunnen we nou opzoeken en dan komt de hele historie boven water. En dat is voor zo'n scheepje, dat vind ik het leukste eigenlijk van alles. En stel dat mensen een overnachting willen boeken, waar kunnen ze dat doen? Ja, dat gaat straks een site komen. Ze kunnen dat via mijn Facebook, via mijn nummer. Maar daar zijn we nog mee bezig, dus we moeten alles nog op poorten zetten. Het is voor ons ook even helemaal uitzoeken hoe we dit gaan doen. Maar alle promotie is natuurlijk welkom en de mensen weten dat we dit hebben. Dus straks denk ik voor Almelo's heel leuk om een vakantie in hun eigen stad te houden. Meneer Maathuis, u bent net meegeweest met Koen. Ja. Hoe was dat? Ja, geweldig. Hè? Dat je eigen haven in vaart, of onze haven van de gemeente Almelo, met een nieuwe aanwinst voor de stad. Een bed and breakfast die Koen en zijn vrouw hier gaan exploiteren. Dat is echt super. Daar zijn we heel blij mee. Wat is uw affiniteit met water? Want u bent veel de afgelopen tijd in de media geweest daarmee. Ja, kijk, Almelo is een echte waterstad. Hè. Wij hebben water hier. Daarin zijn wij onderscheidend en uniek ten opzichte van andere gemeenten in Twente. Omdat het hier allemaal hoog is. We zijn echt zandland, hè, als Twente. En water heeft een kracht in zich. Hè. Dat trekt altijd. Mensen vinden water mooi. Dat geeft beleving in een stad. En vanuit de gemeente vinden we ook dat we dat meer moeten uitnutten. En dat we op die manier een onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van andere gemeenten in Twente.